De bekende drag queen Miss Teddy Pedigree Paul heeft gisteravond de strijd tegen kanker verloren. Ruud, zijn echte naam, had lymfekliekanker en wist dat hij de strijd zou gaan verliezen. De kans dat ik het ga redden is zo goed als nul. En als ik het red, heb ik weer een wonder laten gebeuren. Want hoe lang denken ze dat je nu nog te leven hebt? Dagen, zo niet dan misschien weken, maar veel maanden moet ik niet op rekenen. Het is niet heel goed aan te geven natuurlijk, maar het feit dat ik nog leefde zonder beenmerg is al een vrij wondertje. Stranger. Ruud had 15 maanden lang kanker toen de dokters hem opgaven. Zijn laatste wens was dat op 30 juli door het hele land evenementen worden georganiseerd. Ruud was ook erg bekend in de Bosse homo scene. Zo was hij wekelijks te zien in Café de Cabadoes aan de Sint-Josefstraat. Maar ook op diverse evenementen was Ruud altijd te zien. Ruud schreef op Facebook dat hij een ton wil ophalen voor KWF en al het geld moet gaan naar de research naar kanker. Helaas is Ruud maar 32 jaar geworden.